Goeiedag, baie welkom bij nog een deel van Geestelike Vorming. En ons trek nou bij die 9e aflevering. Hierdie keer gaan dit oor die Heilige Gees. En ons thema is eigenlijk focus. En ons begin met een gedeelte in Johannes 14, waar ik net een paar verse wil saamlees vanaf vers 16. En soos gewoonlik lees ik het in die heel nieuwe vertaling, wat in 2020 uitgegee is. En ik zal die Vader vragen en hij zal voor jullie een ander parakleet gee, dat betekent helper of een voorspraak, zodat hij voor eeuwig bij jullie kan wees. Hij is die geest van die waarheid, wat die wereld niet kan ontvangen, nie, omdat die wereld om nie sien nie en om ook niet ken nie. Jullie ken om echter, omdat hij bij jullie blij en in jullie zal wees. En tot daar, in een zekere zin is ons vraag, waar is die Heere? Waar vindt ons God? En natuurlijk is die antwoord, God is bij ons door sy Heilige Gees. Maar is daar die waarheid wat ons een bykie wil uitpak vandag en net een paar dinge oor sê. Onthou, as ons oor God praat, dan kan ons sê, God is die Vader, die Vader is God bo ons. Ons kan sê, God is die Seun. Die Seun is God met ons, wat by ons kom woon het, of onder ons kom woon het, en dan is God ook die Heilige Gees wat God in ons is. En in die beschrijving van die drie eenheid, moet ons zien dat daar een progressie is, in beweeg van die Vader, nader beweeg naar ons toe. So die Vader, wat die Skepper is, kom naar ons in Jesus Christus, maar hij kom ook dan tot in ons, door sy Heilige Gees. God is in ons door sy Heilige Gees. Die Heilige Gees is God in ons, het ons ook al gesê. So die antwoord op daardie vraag is, waar is God? God is in mij. God is in mij. Dit is een nuttige waarheid wat een praktische voordeel het vir ons geestelike leven. Ja, God is ook ooral oor. God is in die natuur, God is op die verste plekke in hierdie heelal. Ons kan in een sin sê, God is in die hemel, daar waar sy woonplek is, waar het ook al is. Maar voor praktische doeleindes is het nuttig om God te lokaliseren, kan ons maar sê. Hier in mijn hart. God woon in mijn hart. Of in mijn gees. Nou, mijn gees, ons gaan terugkeer naar die kwestie van siel en gees. Ik denk, ons gaan een hele kursusdeel daaraan spandeer. Want het is een nuttige en een belangrike onderscheid. Maar misschien kan ons nou net sê dat jou gees is daar die diepste area van jou siel, wat jy onbewus is van. Want jy kan maar sê, dit is jou onbewuste siel. Dit is waar net God jou ken. Dit is waar jou diepste drijfvere lê. Dit is waar jy, waar die redes lê, hoekom jy dink wat jy dink en voel wat jy voel en wil wat jy wil. Het verskaf jou motief vir jou siels gedrag, kan jy maar sê. Maar daar die diep drijfvere ken net die Here. En dit is net daar waar die Heilige Gees woon. En is ook net in sy kinders waar die Heilige Gees woon. Hy woon nie, het ons nou so pas gelees in Johannes, in die wereld. Nee, hulle kan hom nie sien nie, en hulle kan hom nie beleef nie, en hulle ken hom nie. Maar julle ken hom, omdat hy in julle sal wees. So, die Heilige Gees is God wat in ons woon. Waar is God? God woon in my. Dit het een nuttige implikatie vir as jy God soek. Waar sal jy God soek? Ja, jy kan God gaan soek in die natuur, so wonderlik. Kan God gaan soek in die kerk. Hy is daar, maar God is ook sommer net hier in my hart. God is beskikbaar door sy gees. Is mooi dat waar die Here is, daar is dit een heiligdom, nee? Want waar God teenwoordig is, daar maak hy alles heilig. Waar hy ook al verskyn, sê hy, trek uit jou skoene, want het is heilige grond. En het is nie omdat hulle 'n tempel gebou het, dat die tempel heilig is nie, maar omdat God het bewoon het, dat het een heilige tempel was. En so is die hele aarde Godse tempel, want hy sê die aarde is vol van die heerlijkheid van die Here. Alles is eindelijk heilig in een sin, in die wereld. Die hele wereld is heilig, alles behoort aan hom, alles is toegewijd aan hom.
zelfs al is daar baie ongehoorzaamheid en ongeloof. Maar in sy kerk, die kerk is ook die tempel van die Here. Dit is die geestelike tempel wat Jezus kon bou het, as hy gesê het. In hom sal die oude tempel afgebreek word in 3 dae en hy sal het nieuwe een oprig. Die Nieuwe Testament sê dat ons is een koninklijke heiligdom, ons is een huis van God. Hy sê, Petrus sê, laat julle inmessel soos levende stene tot een geestelike huis, geestelike offers bring. Ons is die konings en priesters, sê die skrif elders in Openbaring, vir die Here in sy geestelike tempel. So die kerk is waar God is, waar 2 of 3 in my naam is, daar is ek, sê hy. In een besondere manier is God in die teenwoordigheid van die gelowiges, en kan ons om daar vind, in ons aanbidding, in ons saamwees, ons gemeenskap, saam met ander gelowiges, en dit is baie belangrik, maar God woon ook in hierdie lichaam, en in hierdie hart van my, en hy het beloof, en wat voorreg, hier in my hart, hier stroom die water van lewe vir altyd, hier is die Heilige Gees beskikbaar, maak nie saak waar jy is in die wêreld, waar jy is in jou leven nie, wat jou omstandighede is nie, waar kan jy God vind, vind hom net hier in jou hart. Vind hom in jou hart, dit is een waardevolle gedachte. Vind hom in sy heiligdom. Ons kan leer om eenvoudig ons oë toe te maak en God te vind. Dit is die praktijk waarop ons afstuur met een les, soos hierdie. So, as God dan in ons harte woon, deur sy Heilige Gees. Ek wil sê fisies hier, maar kom sê, hy is geestelik hier. Net hier, saam met my, waar ek ook al gaan, draai ek om, nee, in 'n sekere sin. En gaan hy saam met my, omdat hy hom verbind het tot my, en omdat hy in my is. Daarom gaan daar nou 'n paar implikasies wees. Nommer 1, ek moet die lewe leef van binnen en na buiten. Ek moet verstaan dat hier in my hart is hier 'n stroom, 'n bron van krag, en waar ek ook al is, wat my omstandighede is, die krag is altyd beskikbaar. Ek is soos 'n boom by 'n waterstroom, daar is altyd voeding, daar is altyd vernuwing, daar is altyd bekrachtiging, omdat die Here net hier by my is, in my, by die werk, in my motor, as ek slaap, as ek eet, as ek by my gesin is, as ek in die veld loop, waar ek ook al is. En hy is besig om my te verander, hy werk met my, en ons het gesê dat hier in die diepste van ons gees, wat ons ook noem ons hart, die middelpunt van ons wese, daar verander hy ons denke, en hy verander ons gevoel, en hy verander ons wil, en op die manier verander hy ons gedrag. Dit is die werk waarmee hy besig is, dit is ons geestelike vorming van binnen na buiten. Nog een implikatie is dat ons moet noodwendige lewe van integriteit leef. Jy kan nie van God ontsla raak maandag tot saterdag, maar sondag vind jy hom weer in die kerk nie. Hy is met jou, waar jy ook al is, wat jy ook al sê, wat jy ook al sien, wat jy ook al doen. God is teenwoordig, hy is daar. En jou lewe moet een wees, dit is wat integriteit beteken. Soos wat jy hier binnen glo, so moet jy na die buitenkant toe doen, anders is jou geloof vals. Een lewe van integriteit. Dan is daar ook een lewe van inkeer. En dit is belangrik vir die type spiritualiteit wat ons wil kweek, om te kan inkeer net hier, baie naby. Skrif sê ook, naby jou is die woord van God, in jou hart, op jou mond. En het is nie moeilik om God te vind nie, ons kan inkeer, en dan kan ons God vind. En die geestelikheid wat ons ontwikkel is een van nabetrachting, van bepeinsing, van refleksie. Waarmee is die Here besig? Daar die bepeinsing is wat ons in Christelike termen noem meditasie, skrifmeditasie, dis gefokusde denke. Maar ons het 'n nadenke oor waar ons staan met die Here, waar hy in ons lewe is, waar hy en my met ons op pad is, wat is ons toestand, wat is ons gawes, wat is ons sondes, op een produktieve en een constructieve manier. Waar moet ons groei met ander woorde? Nou, die selfkennis is belangrik, zodat ons intentioneel kan groei in die Here. En,
En dan is het een leven van stilte. In die sin dat ons hier een bron het hier binnen en al raast het buiten en al die gejaag en die gemaal. Hier binnen is het stil. Daar is die rust van God beskikbaar. Dit is soos die oog van een orkaan. Die storm kan tier en die wind kan huil, maar in die middel van die orkaan is daar doodse stilte. En daar die bron is die een wat ons moet opsoek en vind. En die twee woorden misschien wat ons wil uitleg hierdie week, wat eigenlijk centraal is tot ons hele geestelike leven, is die een is inkeer. Inkeer, naar die affokus. Die tweede is stil word. Hier by die stil centrum daar waar God is, daar word ons herbekrachtig. Nou moet ons net eindig met hoe een paar praktische ideeën hoe om dit te doen. Wel, je moet die discipline van een stilte tijd cultiveer. Al is het so gering, al is het so bietjie, al is het net iets, dit maakt niet saak nie, maar ons moet God vind op een gereelde basis. En dan daar connect ons met die bron wat in ons is. Daar kan ons focus en dan ons krachten herwin. Ons kan het ook deur die dag doen. En dit is nog een discipline wat ons moet cultiveren. Ons noemen die discipline van die pause knoppie. Het is belangrijk om te kan pause druk van tijd tot tijd. Soms is dingen so dol, dat ons eenvoudig net moet sê genoeg. Kom ons stop net. En daar die drie S's is van belang. Kijk maar zelf daar, vir die oefeningen aan die einde van hierdie hoofstuk. Ons moet kan sê stop. Ek moet nou terugkeer. En dan moet ons kan stil word. En dan moet ons kan skakel met God. Heere, U is in beheer. Wat is aan die gang? Wat doen u? Wat moet ik nou doen? Lei vir my op hierdie oomblik. Geen het vir my kracht. En in daar die stop, in daar die stil word, daar die asemhaal, net daar die God is bij mij. En om net vind, net sy richting kry, net sy kracht. Dus 1 minuut. Leer vir jou die discipline van die pause knoppie aan. Zodat jy telkens kan skakel met die Heilige Gees in jou hart. Mag die Heere vir jou rijkelijk zien. Amen.